fietstas. Mijn kar bedoel ik. Een fietskar. En daar is een fiets, hangt ze aan de fiets zo vast. Dus we gaan naar de winkel. Ik sta nu aan de Aldi. Ik heb alle karken gepakt. En dan gaan we nu in het karken zetten. Dus, en dat zijn we nu van plan om dat te doen. Dit is hier in de karken, zoals je kunt zien. Hier zit hem in. Liftboot. Hop, karretje. Wat gaan we erop doen? We hebben hier verschillende dingen. De hik. Choco. We zijn bij het drinken. En we gaan een fles cola mee pakken. Zo. Dus we beginnen op ons te wachten hier. Jij bent Sil, hè? Mijn dochter is online. Ah, super, dankjewel. Een farretje. Een farretje en zo. Ik kom ook altijd naar de live, zegt ze. Oh my god. Dus heb je dat gehoord? Ik heb vrolijk afgedrukt toen, maar er was een vrouw en die zei, mijn dochter kijkt altijd naar jou. Dat is toch super geweldig, jongens. Dat is niet normaal. Het is toch gelukt om een zandkasteel te maken. Ik vind het een wonder op zich. Dat is ons toch gelukt om een zandkasteel te maken. Ik heb er al voorbij gefietst, hoor. Hij weet dat. Ja, dat is goed. We zitten nu zo in zo'n soort zandbak, is dat hier. Het is heel zand. En ik heb hem zo een schepje en zo gekocht om het was niet duur of zo toch te kunnen spelen aan het zand. Dat is wel leuk. Eigenlijk iedereen heeft dat hier eigenlijk bijna. Iedereen komt er ook denk ik voor dat zand. En dat is ook heel leuk eigenlijk. Dus en echt super veel zand zoals dit. Amai. Dus ik kan hier wel een tijdje spelen hoor met meneer. Goed vast houden, hè? Zo. Oeps, oké. Aan de glijbaan. Gaan we dat nog eens doen? Wat gaan we dan nog eens doen? Wat? Doe maar even neer. Zo in zo'n soort zandbak is dat hier. Echt heel zand. En ik heb hem zo een schepje en zo gekocht om, het was niet duur of zo, toch te kunnen spelen aan het zand. Dat is wel leuk. Eigenlijk iedereen heeft dat hier eigenlijk bijna. Iedereen komt er ook denk ik voor dat zand. En dat is ook heel leuk eigenlijk. Dus en echt super veel zand zoals dit. Amai. Dus ik kan hier wel een tijdje spelen hoor met meneer.